Hoi, ik ben Cecile Plomp-Bogaert. Ik ben zenleraar hier bij zen.nl Enschede. Zen is dé oefening om alles te doen met zoveel mogelijk aandacht. Als je aandacht hebt voor het moment zelf, heb je aandacht voor wat er binnenin jou speelt en wat er om jou heen gebeurt. En het moment dat je dat kunt, dan heb je verbinding met jezelf en met de ander. En daar worden we allemaal beter van, omdat we de bewuste connectie maken met elkaar en niet schieten in gedachten of heftige emotie. We kunnen erbij blijven. We kunnen rustig er zijn met wat er is. Na 2 weken sliep ik voor de eerste keer weer een nacht door en na 3-4 weken zat ik weer echt stukken beter in mijn vel. Dat is echt een verschil tussen dag en nacht. Ik denk dat de grootste winst zit in het omgaan met je eigen gedachten. Dus dat je leert omgaan met je eigen gedachten, ook hoe negatief die kunnen zijn. Dat je jezelf een spiegel voorhoudt, van ja, zo negatief hoeft het helemaal niet te zijn. En ook leert van de ervaringen van anderen. Ik ervaarde meer rust, ik kon bewuster van dingen genieten, ik had minder een gehaast gevoel. En ik kon ook beter de verbinding maken tussen mijn geest en mijn lichaam. En dat waren al heel snel voordelen die ik al na een tijdje zag. En toen ik daar verder in ging, kon ik dat alleen maar verder verdiepen en doorontwikkelen. En het leuke is dat je dan als zenleraar, zie je ze elke week. En vervolgens zie je een echt gelukkiger mens binnenwandelen. En daar doe je het dan voor, hè?